Dus nu. Klopt, ja. Nou ja, niet, wij, en wij vloggen, maar hij filmt het. Ja, ik doe er niks mee. Mijn vloggers, geen. Hoe doen we dat? Ik maak gewoon eigenlijk gratis reclame voor je, hè? Zou dan? Mag dat, jongens? Nee, doe die mistlampen uit. Zuidom. En dan zit mijn nieuwe tandarts hier en hier op het hoekje. Thank you.
omdat ik met deze al ging rekening houden. Wat die aan het draaien was. Dan hoef ik niet in de remmen, meneer. Schippers. Geen noodstapjes. Nee, precies. Dan rijk eens een keertje voorzichtig in en dan is weer niet goed. Maar ik rijd te voorzichtig. Ja, misschien. Is toch handig? Ja. En waar gaan we naartoe, Hans? Vertel het eens. En voor de vlog. Vertel het eens. De Dreesjestraat uit, ja. En dan? Snelweg op, ja, heel goed. Het is een baan, kijk. En lekker even naar Zoetermeer rijden, zeker. Of nog even naar Leiden, met omhoog. Of even naar Rotterdam. Even naar Jan toe. We rijden is ook handig. Ja, ah, Jan. Jantje. Westland. Ja, Jantje Westland, ja. Jantje Top. Ik noem geen achternaam, dus ja. Is dat zo? Jan van Gent. Wat is jouw achternaam? Vies, Hans? Ja. Nee, dat is laag. Ja, dat is best een beetje snel. Heerlijk toch? Dan gaan we hier linksaf, zeg? Ja, even ja, even ja. Kijk, dat is een mooie stop, Hans. Toch? Toch wel? Wat? Weet ik niet. Misschien maak ik er wel een potje van, toch? Potje. Dat is van de tafel.
heel rustig met de rommel. Ja, het is lekker. Jij helpt ook? Nee, ja, ik ben stand bij, maar je snapt het goed. Ja, dat is ook. Wij gaan rechtsaf. Was ik ook niet van plan. Maar ik wou hem even de ruimte geven. Ja, maar stop. Ik ben tijd. Maar het is heel moeilijk. Dat toch? Nee, 30.
stop ik daarin. Nee, die had ik niet. Nou, pak het script er maar bij. Ja, dat doe jij. Vertel mij maar eens. Vertel mij maar eens hoe je zo'n bocht hebt gemaakt. Ah, boe! Handrem, ja. Ja. Script erbij. Ja, handig jij, meneer. Voor een inhoudsopgave. Ja, dat was ik ook wel van plan. Achteruit in een Plaatje, hè? Nou, dat is alles wat je moet doen. Je hebt hem neergezet voor de bocht. Uh-huh. Gaan we hier zo een bochtje achteruit. Ja? Ja. Ik hoop dat het me lukt. Nou, dat hoef ik niet te tekenen ook, hè? Nee, joh. Ik sta er een mooi fotootje in. Ja, dus je mag hem wel, je mag hem wel in het gele kaartje. Deze is voor. Stop, bocht achteruit. Begin altijd op de rechter. Even kijken hoor. Bocht achteruit. Begint altijd met de recht achteruit rijden. Stuur in als het achterwiel bij het begin van de bocht is gekomen. Als het midden van de achteruit evenwijdig is aan het trottoir, is beginnen met terugsturen. Rijd met slippende koppeling. Is dat dan? Slippende koppeling. Nou, dat is niet ineens loslaten. Dat is leuk. Dus je houdt hem slippend. En niet te veel gas geven, want anders ga je onnodig hard slippen. En dan verbrand je de koppeling. Dus je rijdt eigenlijk zonder gas. Een slippende koppeling. Doe jij nou dan? Zo. Oh. Een bepaald spannings- of stroomniveau op de accu. Dan start je verder weer op. Als de voorkomende accu te veel leeg raakt. Oké. Okay. Laat iedereen voorgaan, maak goed gebruik van de buitenspiegels. Ja. En met voortdurend op weg gebruikers rond de auto. Okay. Juist, dat is het. Ja, oké. Okay. Ja? Stuur. Dat is eigenlijk makkelijk, hè? Ja, dat vind je makkelijk. Heerlijk, hè? Nou, even kijken, nou, deze alleen, uit, dan zie je... Alleen, ik heb die leuke vuilnisbakken. Ja, nou, dat is voor jou een mooie hulpmiddel. Dat zou ik je vertellen. Is dat zo? Ja. Dat vind ik helemaal niet. Nou, dat ze gaan instellen een vuilnisbak aan mij, dan is jij helemaal verkeerd. Is dat zo? Ja. Ja. Dus je mag je spiegeltjes uitstellen naar beneden. Dan zou ik dan weer een stuk laten zien. Ja, dat was ik ook wel van plan, meneer. Ja.
Zijn we ook zo lekker op elkaar ingesteld ook, hè? Zie jij een ziekman? Zeg maar ja. Ja, meneer. Ah, hij is redelijk verlicht, hè? Ja. Ja, dat denk ik wel dat ik hem zo heb. Eens achteruit. Wat dan? Achteruit. Dat is haast. Hoe lang wou je hier al zijn? Bijna 6 jaar. Nou, dat gaat wel. Dat gaat goed, hè? Haast het al. Goed dan? Even dit even doen, schat, want dat vind ik het even iets makkelijker. Ik ga nog even. Ik wil je gewoon eventjes pesten. Nou, nee, niet. Waar? Ja, oké. Als jij een stoeprand hebt, zie je een stoeprandje? Ja. Dan sta je met je achterdoel, die sta ik aan. Dus op het moment dat je daar bent, dus we gaan stapje voor stapje beter. De eerste stap doen we daar, de tweede stap staan we iets verder. En na dat laatste stukje er nog even aanbreiden, dus even rechtdoor een stukje achteruit rijden. Ja, gaan we doen. Om dan naar de stoepel te rijden. Dus dan kun je ze gewoon even doorkijken. Maar nu sta ik wel heel erg. De eerste twee keer. Als je redelijk goed bij de stoeprand. En mij nu ging je
wijd en dan kom je uit wijd uit. Ja, klopt. Klopt, correct. Zo. Kan ik dat doen? Ja, nog één keer doen. Als je daar aan komt rijden, wat dan ook, dan schijn je de huiskamer in. Ja, handig toch? Ja. Oh ja, en ik doe nog wat fouts. Ik moet die richting aangeven. Nee. Niet. Maar dat moet niet. Het is een bijzondere manoeuvre, hè? Ja. Iets meer daar. Hè? Ga ik het nog één keer doen? Ja. Maar je ziet het, hè? Als je langzaam rijdt, dan ben je ook heel in de gaten. Maar als je zo sneller rijdt, dan moet rust meer, dan gaat dat niet meer zo. Hè? Dan moet je twee handen sturen. Ik ga dat nu ook met twee handen doen. Maar je staat recht, meneer. Kijk maar. Kijk maar eens naast je. En? Ja, zo mag hij. Zo mag hij. Hij is nog een handje raken. Dat is het. Onthouden, door de ramen. Maar Emma, waar stond jij dan? Met de auto, en vanmiddag? Welke van de? Bij de machine kwam het raken. Oh, daar. Ja, maar als ik met kinderen ben, dan let ik daar niet. Maar geen kinderen, jij moet de fiets, hè? Ja, oké. Jij moet de fiets, dus ik denk dat je klaar bent. Dus, ja, was dat ongeveer. Smiddags. Eén. Tegen één was het. Nee, dat was ik niet. Was dat niet? Nee, dat was ik niet. Toen lag ik nog lekker in mijn nest. Je hebt een brief. Ja. Echt, hè? Ja. Wat? Het is kleur haar heb je, hè? Rood. Ik had rood erin, klopt. Ja, rood. Ja, jij was om 1 uur. Niet in, vannacht, hè? In de middag was het, hè? Nee, was ik niet. Nou, dus je zus. Nou, welke kant op Hans? Wat fiets heb jij dan? Een mandje vol. In je gebak. Een krat, ja, een blauwe. Ja, dat was wel heel typisch eigenlijk, hè? Dat was het leuk. Je hebt een brief, toch? Ja. Een goeie brief? Ja. Oké, dan wil je hierin weer of? Ja, gewoon. Nee, dan is het tweede. Ja, sorry. Ja, ja.
Nou, rechtdoor is een bicycle lane. Vaak, alleen je hebt het nooit in de gaten gehad. Ga je er in de gaten. Dat kan. Zeg het wel. Stand van de... Parkeren bij de Jumbo. Ga je doen? Ja. Nou, wil je dat? Ja. Nou, kunnen we dat combineren. Mooi! Nee, rechtdoor, meneer. Omdat je haar kent waarschijnlijk, ik niet. Hey, hallo. Ja, tijd voor. Ja, dat is hem, ja. Hoi, hoi. Ja. Oh. Ook dus nu. Vloggen, ja. Nou ja, niet, wij, en wij vloggen, maar hij filmt het. Nou, ik doe er niks mee. Hij vlogt waarschijnlijk... Doe je dat? Ik maak gewoon eigenlijk gratis reclame voor je, hè? Ja. Ja, reclame. Tuurlijk wel! Hartstikke goed, hij staat echt wel bekend voor de mondelingen reclame. Ja, klopt al heel lang, weet ik. Oké. Okay. In ieder geval een hele fijne dag. Ja, jullie ook. En winkelen, is er nog wat open dan? Ja, de Jumbo. Action. Oh, Action. Oké, okay. Dag, groetjes.
eigenlijk nou, toch, je kent hem. Koppeling in. Ja, ja. Ik zal niet weten hoe het is heel lang geleden dat het gezicht is. Echt heel veranderd, maar dat trek in heb ze niet nodig. En ik zal niet weten hoe het is. Een hele familie van mensen zal wachten. Ja. Nee. Wie wacht erop dan? Geef dan ook een knipperlicht aan. Mooi. Even kijken. Nou, wij gaan niet en naar links. En naar links. En dan gaan wij Sky nog wel achteruit in de vakje naar beneden. Weer links? Ja, weer links. Op de binnenbouw. Mag ook, hè? Nee hoor. Even kijken. Tussen de palen hebben we drie vakken. Ja. Mag in het middelste vakje en mag in het Oké. En je neemt daar een rustig van? Ja. Dan is die er niet in. Waar is die er in? Als de achterbumper in het midden van het voorgaande vak is, dan lopen we in het volgende. Dus als de achterbumper in het midden van het voorgaande vak is, dan is die nu. Dus als je nu naar rechts stuurt, ja. Dan gaat het weer. Oké, is het dat? Volgens mij niet. Ja. Wel! Die gaan nog ietsje naar links. Hij staat precies naar binnen. Wij staan ietsje meer naar rechts in binnen. Dus je staat weer en met je achterwiel op een lijntje. Ja. En met je voorwiel staat er ook binnen. Hij staat ietsje scheef. Kun je het zien? Nu wel, ja. Dus je achterwiel staat op. Ja. Dacht je tussen dat te kunnen? Snap je hem? Ja, meneer. Wil je hem nog een keer hebben of niet? Ja, nog een vak. We kunnen daar wel, daar precies bij die net die groene auto. Nou, omrijden. Naar links. Ja. Mag ook wel. Nou, rij maar even naar rechts. Mag wel, nee, doen we niet. Oké, jij joh, Hans, tuurlijk. Als je hem links wil hebben, dan moet je hem op de gele. Ja, daar straks. Nee, niet hier. Daar. Aan die kant. Hier al? Waarom hier? Waarom wil je hem hier hebben dan? Nou, ja, maar links. Ja, aan die kant. En waarom daar aan die kant? Dan rijden de meeste auto's. Ja, dus? Daarom juist. En daarom juist. Het gaat om de oefening in die auto's. Hey, wat gaan we doen? In het tweede lege vakje, dus dat is bij een andere paal. Hè? En de paal die zijn hard. Dus dat wil ik niet tegenaan. En naast die paal, oké. Okay. Ja. Goed? Ja, is goed. Dus als ja. De rechter, of deze koplamp, de linker, goed hier vandaan. Deze, ja. Hier in het midden is. Deze? Ja. Onze koplamp of die? Nee, de koplamp die daar zit. Ja? Ja? Ja. De koplamp hier zit. Deze koplamp. Ja? Hier zit. Dan insturen.
Die had ik al zelf in de gaten, ja. Dat was iets te laat. Is ze langzaam te sturen? Toch wel? Die kan nog niet. Joe, maar ik denk ik ga draaien. Maar. Nog een keer? Hier heb ik een mooie hebben namelijk. Nou, doe maar niet. Hè? Waarom niet? Nee, niet ertussen. Niet? Dat moet even komen. Ik ga eerst doen, want het zijn hele bijen vakken. Dan gaan we nog even kijken. Andere niveaus, 398 plekken. Zo, twee plekjes. Ja. Kijk, Hans hier en hier op een plek zat. En boven heb je nog meer plekken, dat weet je. Hè? Heel koud. Wel, nee. Kijk man, boven. En boven heb je helemaal plekken. Ja, maar geen banen. Dat gaat me juist dan. Natuurlijk niet. Nou, Hans, vertel waar. Waar hebben we weer van? Hierin? En dan? Nou, aan de rechterkant van de achterkant, ja. Naar Vezen, Zeeuwenburg, uit de Peterlijn. Nou, achteruit ik ben het vakje. Dan kom je in het vakje. Bij, kun je dat zien? Dat is een tweede lege vakje. En het rode roodkopje zit. Oh, daar? Ja, oké. Okay. Ja, dus dat is, dan heb je deze, dan heb je die paal en dan heb je de lege vak en daarnaast. Ja, ik denk ik verfier het nog even met je. Dus hier achter de sturing. Stel hè? Doe ik ook. Dan draai je vak voorbij. En als er twee uit staan, dan is je uit of niet. Niet te kijken. Waar? 92 vak. 1, 2. Hier hadden we bovenop moeten staan. Daarom zei ik tegen jou, als je een punt hebt, sturen. Niet langzaam sturen, nee, snel om. Volg je eiken af. Dan hadden we deze pakje als je het gewaagd. Ja, oké. Okay. Achterliggen hier is voor die auto. Sturing. Dat gelijk in. Sturing. Ja. Ja, sturing. Snel om. Uitgeduwd. Oké, yep. Mooi. Yes. Richting huis. 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 Huis.
eerst even dat ding even. Ja, als je woont. Dit zijn waarschijnlijk heel veel van de medewerkers, hoor. Dat kan. Waar ik ga naar beneden. Oh, en dan ook voor kinderen. Als ze speeldingen, schat, zie ik. Wat en wat mag niet? Nee, mag hier niet spelen. Niet. Nou, dan zouden we ook zelfs kunnen blijven staan. Dat zou ik niet doen. Maar ik zou niet zeggen wat ze doen. Thank you.
gebeurt me echt nooit. Hebben ze ook niet. Het is een beetje op elkaar vast. Ja, wel, toevalstreffer. Misschien hebben ze ook inderdaad ook de andere soorten in de kast. Dus, dat, en dat doen er zoveel mensen. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Die moet je vrij laten, juffrouwtje. Ja, dat is mooi. Dat is heel fijn. En dat doe ik nog eens een keertje lekker niet in mijn eigen straat. Hebben we ook alweer gehad? Ja, die staat er op 6. Ja. Vooruit in helling, ho ho, ja. Vooruit in helling. Nee. Nou zeg, meneer, doe eens lief tegen mij. Nee, Staalman van de Werf. Die zegt net, die vrouw een kijk van de Werf. Ja, maar Emma, dat is dus op en op YouTube nog. Want dat kan je ook namelijk niet meer veranderen, omdat ik het al zo lang heb. Die staat hier onder de W van Staalman. Ja, dat is mooi. Ja, toch? Mm-hmm. Dat is heel fijn. Nee, van Staalman. De 20e, dat was vorige maand, en we hebben nu de 17e. Ja. Mm-hmm.